Uploaddatum 29 december 2020. Bij 1000 duimpjes omhoog ga ik verder noobe in Minecraft. Ja hoor. Er zijn 1000 duimpjes omhoog. Dan moet ik weer verder in Noobcraft. Jullie weten hoe dit werkt, jongens. Bij de 1000 duimpjes omhoog gaan we nog een nieuwe Noobcraft video opnemen. Dus doe je werk. En ik wil eigenlijk weten of er een einde bestaat in Minecraft. Dus vandaag is het tijd voor de epische lange wandeltocht. Ik ga gewoon alleen maar rechtdoor lopen voor een half uur lang. En dan gaan we kijken wat voor epische dingen we tegenkomen hier in deze wereld. Dus dit is mijn deur. Hoi deur. Ik stap de deur uit. En ik ga net als Bilbo in de Hobbit gewoon alleen maar zo rechtdoor lopen. Dus de tweede coördinaat moet 320 blijven. Ja, dan gaan we wel zien waar we allemaal langskomen. Kijk, we hebben hier al een vervallen ruïne. Wisten jullie dat hier vroeger dwergen hebben gewoond. Zo, hoppakee. Nu kan ik het door. Ik maak het ruïne nog meer ruïna. Oh, ik hoor iets. Ik hoor iets. Iemand is boos. Wat hoor ik? Wat hoor ik? Daar ben jij. Jij zombiehoofd. Laat me met rust. Laat me met rust. Ik moet mijn epische lange wandeltocht gaan afmaken. Pompidompidom. We zijn in Noobcraft aan het lopen en zwemmen in het water en klimmen over bergen. En ik heb geen schep bij me of een schoffel of weet ik veel waarmee dit moet. Doei inktvisje. Ik zie je later. La 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 la. Wat? Wie raakt mij? Ben ik officieel geïnktvist? Wacht even, ik moet even terug naar 320. Dat is hier. Hier? Oh, oké. Nou, 321 en 319 mag ook. Ja, zullen we dat afspreken dat ik een klein beetje zo naar de zijkant mag? We gaan weer een liedje zingen. Pompidom, dom, 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 dom. Kleine visjes en zombiewater. Monsters, pompidom, bidom, 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 bidom. Ik ben bang voor deze inktvis. Laat me met rust. Laat me met rust. Au. Wat gebeurt er? Verdrink ik? Waarom krijg ik pijn onder water? Gun mij vlees. Ik heb honger. Heb ik nog meer eten bij me? Oh ja, appeltje. Ik ga vandaag zo dood, jongens. Ik ga even nog gebakken carbonade eten. Ik moet mijn hartjes terugkrijgen. Oh, wacht. Ik zit op 317. Ik moet wel rechtdoor lopen. Anders is het niet eerlijk. Doe mee in de comments. Pompidom, pidom, 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 pidom. Mooi gras is niet lelijk. En paardjes. Of is het een ezel? Ik heb geen idee. En hij doet nu zijn kop naar beneden. Want hij moet lekker, lekker. Gras eten. Oh, ik ben alweer op de verkeerde coördinaten. En daar links, daar staat iets. Het lijkt op een fabriek. Hallo, kleine schaapjes. Ik heb jullie vleesje nodig. Jongens, wacht even. Ik moet even het pompidompie liedje onderbreken. Want ik wil toch wel even kijken wat dit voor huisje is. Dit ziet er super episch uit. Wat is dit voor gebouw? Wat? Er staat een kist. Wat zit er in de kist? Wow! Gouden wortelen. Sowieso moet ik die gouden wortels meenemen. Ik denk dat gouden wortels goed zijn. Hiermee kan ik lekker eten. Met gouden wortels heb je nooit meer honger in je leven. En wat is dit? Vuurlading. Klinkt episch. Neem ik ook mee. Verder nog een gouden bel. Dit is lekker, man. Dat is super chill. En nog een gouden pikkawiel. Wat? Dit is kassa, jongen. Kaching, kaching. Oké, obsidian heb ik al. Die laat ik zitten. Ik weet het niet wat ik hier voor de rest mee aan moet, maar ik vind het nice. Oké, ik ga weer even terug naar mijn coördinaten, jongens. We moeten wel pompidompiliedje blijven zingen. Ja, hier zo. Oké, we gaan weer rechtdoor. Pompidompidompidompidompidom. En ik zit ook op de Nederland SMP. En dat weet jij natuurlijk nog niet. Maar ik zit erop, alleen ik speel bijna niet. Pompidom, pidom, 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 pidom. Terug naar 320, ik mag niet cheaten. Hallo? Dit is een tweekoppig schaap? Oh nee, het zijn gewoon koeien trouwens. Het waren twee koeien. Het leek net alsof die twee hoofden had. Dit is nu al fantastisch. Oké jongens, we zijn 11 minuten onderweg. Officieel. En daar zijn de eerste vervelende mannekies. Oké, rechtdoor. Zwemmen! Zwemmen! Ah! Ah! Laat me met rust! Auw! Oh, ik heb helemaal geen damage gepakt, joh. Noep ontplof, mannetje. Wat is dat? Wat ligt daar in het water? Is dat een spin? Dat is een spin, hè? Wat zit hier nou te zwemmen?
Sinds wanneer kunnen spinnen zwemmen, jongen? Ga weg. Laat mij gewoon rechtdoor gaan. Het is een nacht die je normaal alleen maar in Minecraft ziet. Het is een nacht en Rikachu snapt dit spelletje niet. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou. Maar jullie doen de 1000 duimpjes omhoog. Dus dit komt door jou. Oh, 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 oh. En ik werd weer door iets geraakt. Maar dat boeit niet. Want we gaan gewoon lekker verder zwemmen hier. Oh my goody. Waar gaan we naartoe? Waar moet ik helemaal naartoe? Er is hier niks. Wow. Wow, 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 wow. Wat is dit voor vogel? Wat is dit? Ah! Ze slopen me. Het zijn draken of zo, of niet? Nee, joh. We staan er draken in. Dit zijn vliegende draakdinosaurus monsters. Laat me met rust. Ik ga onder water. Wow, ze komen ook onder water. What the fuck? Wat doen jullie hier? Oh my god. Ik ga sowieso onder water. Als jullie ook onder water komen. Waarom kan ik jullie niet kapot maken? Jullie zijn kapot sterk. Oké, wacht even. Ik moet een adem happen. Ja, oké. Adem. Meer adem. Gast. Auw. Deze jongen. Deze beesten zijn niet normaal. Ik ben ook volledig verdwaald. Ik moet terug naar 320. Ik moet die kant op. Yo, het is een zeemonster. Laat me nou even lekker chillen, jongen. Dit gaat niet meer goed. Ik word aangevallen door iedereen. Ik weet niet meer welke kant ik op moet. Auw. Laat me nou eens met rust. Gast. Ga weg. Jij smerig zeemonster. Hoppakee. Jij gaat niet de enige echte Rikachu kapot maken. Is het een dolfijn? Dit is een dolfijn. Wat leuk. Of is het een haai? Dat is minder leuk. Oh, ik ga helemaal dood. Ik moet heel hard eten nu. Ik heb hartjes nodig. Wil je alsjeblieft mijn hartjes aanvullen? Ah, nee! Nu ben ik alles kwijt. Ik ben vernietigd door een fantoom. Daar gaan al mijn goede spullen. Ja, jongens, ik snap toch helemaal niet hoe dit spel werkt. Dit is zo niet eerlijk. Geef me mijn spullen terug. Jongens, hier de zee in springen in de nacht was volgens mij het slechtste idee ooit. Nu is gelukkig weer een zonsopgang, dus ik weet niet. Ik ga gewoon kijken of ik mijn spullen weer kan vinden. Ik ben daar ergens kapot gegaan, maar... Hoe ga ik mijn spullen weer terugvinden? Het was nog iets verder sowieso. Is het daar? Oh, het ligt hier allemaal op het water. Yo, mijn spullen liggen hier nog. Ja, het ligt hier allemaal nog. Ja, lekker. Kijk. Al mijn spullen! Ja! Ik heb het weer terug! Oh, wat goed! Wat goed! Oh, hier ben ik oprecht super blij mee! Lekker! Kijk hoe ver alles uit elkaar ligt ook, joh! Alles zwemt gewoon weg! Oh, dolfijntjes! Yo, jullie zijn zo cool! I love the dolphins! Volgens mij zit ik ook soms op die beesten. Ik kan amper bewegen af en toe. Kijk, ja, ze komen helpen, denk ik. Oh, wacht even. Ik heb damage. Ik weet niet door wat. Oké, pak alles. Pak zwaardje, pak alles. Oh, wacht even. Jij bent de Oh nee. Niet nog een keer. Jongens, niet nog een keer. Laat me met rust. Ik wil eerst mijn hartjes terug. Oké, ik denk toch niet dat het een heel goed idee was om dit te gaan doen. Ja, ik heb nog lang ook niet al mijn spullen terug, denk ik. Bijvoorbeeld mijn gouden wortels, die heb ik nog niet. Maar wacht even, dit kan ik aandoen. Ik heb een helmpie wat ik op kan zetten. Moet alleen mijn armor ook nog even terugvinden. Go. Give me back my stuffs. Ja. Kijk, armor. Nice, broekie erbij. Ja, lekker. Oh, ik kan niet alles meer oppakken. Oké, chill. Deze aan. Broekie heb ik nog niet. Ik ga even wat dingen hier weggooien wat ik niet nodig heb, zoals dit pijltje. Heb ik niks aan. Stenen bel mag weg. Kan ik trouwens niet sneller zwemmen? Ik ben zo'n trage zwemmer, joh. Oké, daar lag mijn broek. Nice. Wat ligt er nog meer? Dat heb ik niet nodig. Dat weet ik niet wat het is. Maar het ziet er goed uit. Oké, we moeten weer terug naar coördinaat 320. Let's go. Ik heb mijn spullen weer terug, jongens. Woep. Ja, ik ben blij. Alleen ik denk nu wel dat ik nu een hele dag moet gaan zwemmen. Want er is geen land in zicht daar. Waarom heb ik niet gewoon een boot? Ik had gewoon een boot moeten maken, man. Geen idee hoe ik een boot moet maken, maar dat had ik moeten doen. Dat is waarschijnlijk super moeilijk. Maar ja, we kunnen weer terug naar het pompidompiliedje. Pompidompidompi, ik zwem in het water. Pompidompidompi, ik zie jullie later. Pompidompidompi, wat is hier onder water? Helemaal niks. Wat een flater.
hier. Yo, daar is land. En rechts van mij is land. Maar voor mij is nog echt helemaal niks. Daaronder is wel wat grappigs misschien. Ik weet niet wat het is. Er zit een boog of zo onder water daar. Daar woont Aquaman, denk ik. Alleen, ik heb net de broer van Aquaman doodgemaakt. Oh, wat? Wat is dat? Wat zijn dit voor vissen? Oh, wacht even. Nee. Wat? Dat zijn... Holy, dat zijn van die stekelvissen. Er zit een op me of zo. Wat was dat? Wat gebeurde er? Is dit Atlantis hieronder? En wat zijn dat voor gekke vissen, jongen? Eén oog bomvissen. Ze zijn aan het vechten. Dit is een onderwaterpaleis. Wat vet. Maar dude, zo lang kan ik mijn adem niet inhouden. Hoe kom ik nou ooit naar beneden? Wat? Hè? Wat is hier? Kijk dan. Wat is dit? Ik ga dood, denk ik. Ik heb geen lucht meer. Ga naar boven, Ga naar sneller. Sneller. Adem. Oké. Ah nee, niet doodgaan. Ik laat jullie al met rust. Kom op. Wegwezen daar. Ik ga wel weer terug naar mijn coördinaten. En hoe blijf ik drijven? Ik wil even eten. Ik heb hartjes nodig. Want ik ben bang dat als ik onder water ga, dat ik nog één keer geraakt word. En dan ben ik dood. Jongens, ik moet even, echt even aan land gaan nu hoor. Dus ik ga even heel klein beetje cheaten. Ik wil aan land. Want ik wil nog niet dood. Jongens, ik weet niet wat ik meemaak in Minecraft. Ik heb dit nog nooit gezien allemaal, joh. Dit soort gekke dingen. Oké. We zijn er. Even eten. Even gouden wortel eten. Wat gebeurt er met mij trouwens? Waarom? Wat? Er is iets met mij aan de hand. Zit ik nou gewoon scheetjes te laten of zo? Is dit de geur die ik achterlaat? Een dikke stinkwalm? Ik ben gestrand op een eiland. Expeditie Robinson dingen. En ik stink zo te zien. Hallo, Paarntie. Alles goed, Paarntie? Ik moest trouwens nog mijn ijzeren broek aandoen. Oké, jongens. We zijn weer full HP. Lieve mensen, laat weten in de reacties wat ik moet gaan doen in de volgende Noobcraft video. Als jullie 1000 duimpjes omhoog doen. Moet ik hier gewoon even wat gaan bouwen? Moet ik hier een huis gaan bouwen? Is dit mijn nieuwe eiland? Of moet ik verder de wijde wereld in? Wat moet ik doen? Laat het weten in de reacties als je dit vette video's vindt. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!